De middagspits op Utrecht Centraal. Het is dringen en zitten lukt lang niet iedereen. En dat terwijl de NS 2 maanden geleden al een aantal maatregelen heeft aangekondigd. Merkt u daar nou iets van? Nee. Toch wel jammer als je moet staan. En dat komt wel heel erg vaak voor. De NS heeft onder meer beloofd om in een aantal sprintentreinen eerste klasse coupés te vervangen door tweede klasse coupés. Daarnaast heeft de NS nieuwe treinen besteld en zet het op sommige drukke trajecten bussen in. De maatregel om een aantal eerste klasse coupés om te bouwen tot tweede klasse coupés moet bijna 1000 zitplaatsen extra gaan opleveren. Maar de reiziger merkt er vandaag de dag nog maar weinig van. Want het gaat nog maanden duren voordat alle treinen daadwerkelijk zijn omgebouwd. Waarom duurt dat zo lang? Het lijkt me gewoon een kwestie van een andere sticker erop plakken en klaar is Kees. Het gaat niet zomaar vanzelf. Er moeten stoelen uit, stoelen in. En dat wil je ook allemaal weer veilig. Je wil niet in een losse hangende stoel terechtkomen. Dus wij doen het echt zorgvuldig en veilig en niet overhaast. Ondertussen komen er iedere maand nog 1000 klachten binnen bij reizigersorganisatie Rover. De meeste klachten gaan over drukte op de trajecten Hoorn Amsterdam Centraal, beide kanten op, en Amsterdam Centraal Den Haag Centraal. En dat wordt dus voorlopig niet beter. Als je echt wil zitten en niet wil staan, moet je niet in de spits reizen. Als je wel in de spits reist, ja, dan is het gewoon af en toe erg vol en dat zal voorlopig echt zo blijven. Elke dag vervoert NS 1,1 miljoen reizigers. Toch gaat de NS zijn strategie aanpassen. De winkels op stations, nu eigendom van de NS, worden verkocht. En ook van busbedrijf Qbus wil de NS af. In de nieuwe strategie concentreert de NS zich volledig op de treinreiziger. Want de kritiek was de afgelopen jaren niet mals. En NS heeft zelfs een aantal keer boetes moeten betalen omdat de dienstverlening niet goed genoeg was. De reiziger moet nu hopen dat deze nieuwe strategie tot betere resultaten leidt. Denkt u dat het nog wel beter gaat worden? Ik durf het niet te zeggen. Nee. Ze beloven zoveel. Ik blijf optimistisch. Laten we hopen dat dat niet tegen beter winter in is. Wat er dan ook mag veranderen, de komende maanden zal het gewoon heel erg druk blijven.